Ik speelde met Gislaine, een lesbisch stel wat op bezoek kwam bij een bevriend echtpaar. We kennen elkaar van vroeger uit de krakerstijd. En even denken. En eigenlijk kwamen wij niet zomaar langs, maar we wilden graag dat Jorik de vader zou worden van ons kind. Ja, ik loop. Ja. Ik ook. We zijn begonnen. Wow. Je vergeet ook eigenlijk na 5 minuten dat de mensen naar zitten te kijken, omdat je zo geconcentreerd bent op elkaar. En ik heb maar gewoon gedacht, ik weet nog net de naam en dat ik met Gislaine stel ben en ik weet ongeveer het geheim. Ik ga proberen niet meteen dat geheim erin te gooien. Papa is niet dood. Wie gaat als eerste, zeg maar? Ja. Het geheim proberen. Dan leg ik dan de mijne ook meteen op tafel of wacht ik eigenlijk even mee. Die het probleem hebben. Jullie moeten die stap maken. Ik hoef hier geen stap te maken. Het gaat erom. En ik kijk jou niet aan. Ik denk de grootste angst is dat je het blokkeert. Dat je. Dat er gewoon echt niks komt. Dat er een soort van blackout is. En dat 3 uur lang. Ja. Ja, dat is gewoon de hel. Om het te laten bestaan, ook als er niks komt. Dat is gewoon heel eng, want dan, je bent zo kwetsbaar. En je bent zo aan het denken. En, maar ja, denken vind ik altijd mooi. Ook als er niks komt, is het mooi. Want dan zie je de acteur op zijn puurs, denk ik. We hebben elkaar 8 jaar niet gezien. Ja. Vanaf wanneer begint het als we binnenkomen of begint het hier geen heren over?